Zijn indringende gebrul en donkere manen maakten veel indruk op jong en oud. Volgens zijn verzorger is er geen leeuw zo mooi als Caesar. Mensen kwamen van heel Europa wel naartoe om hem te bewonderen. En ja, dat zijn grote manen, donkere manen. Ja, zo zag je ze niet heel vaak. Nee. Caesar, kom op! Actie! Al 19 jaar leefde Caesar in Artis. Door zijn ouderdom viel hij de afgelopen maanden af en werd zijn gezondheid steeds zwakker. En gisteren ging het wat sneller achteruit. En ja, toen hebben we vanmorgen besloten om hem in te laten slapen. Ja. Triest, maar Caesar was al aardig op leeftijd. 20 jaar. En dat is oud voor een leeuw. Ze worden gemiddeld 14. Ja, ik lees het net. En ineens... Ja, dat vind ik erg. Dat is vorige week nog. En toen was hij er nog. Het is wel een gemis. Nou, ik vind het zielig. Er is geen bloemenman hier, anders had ik een bloemetje gehaald voor hem. Wat heb je in die 8 jaar tijd of 9 jaar tijd dat je verzorger was meegemaakt met Caesar? Nou, dat hij heel wat reigers uit de lucht heeft geplukt. De vrouwtjes vangen het en hij rent erop af en neemt het over. Hè. Dat laat toch wel zien dat het echt een dominant mannetje was. Leek je dan ook een beetje op zijn verzorger? Ja, 2 druppels water. Hè. Caesar laat 2 dochters achter. Hun moeder overleed vorig jaar en nu ook hun vader dus. Zielig zou je denken, maar vergis u niet. Je ziet het al, ze liggen gewoon redelijk ontspannen, liggen ze alweer te genieten van deze dag. En ja, zulke dingen vergeten hun gewoon veel sneller. Dus bij hun is er niet een rouwproces. Wat gaat u missen aan Caesar? Ja, zijn gedrag, hè. Zijn macho in de groep. Dat opletten voor zijn vrouwtjes en zo. Dat was wel uniek. Zie je hier allemaal tatoeages op jouw arm? Moet daar niet ook dan Caesar op? Ja, dat heb ik wel ooit gezegd, als Caesar er niet meer is, dat ik een mooie plaat van hem laat zetten. Maar dat moet ik even mijn vrouw heel lief aankijken. Ik zit nogal onder de plak, dus maar ik ga mijn best doen.